Na een wat chaotische tour in Ha Long B, kan ik wel zeggen, sluiten we nu Vietnam nog even af met 3 nachtjes tussen de rijstvelden. Lekker chillen in een lekkere bungalow. Hoppedy hoop. Super populair in Vietnam. Dus we staan nu voor een bankgebouw. Maar daar hebben ze het pleintje ervoor hebben ze toch ingericht voor badminton. Dit is dus de reden dat we naar Vietnam zijn gegaan. De Pho Bo Experience. Met verse kruiden en groenten en lekkere noedelsoep. Het nieuws proberen, het heet Wake Up Coffee. Interesting. Karaoke is best wel groot in Vietnam, maar hier op het platteland is het toch wel het allergrootste, want je hoort nu zeg maar vanaf daar hoor je vals gezang. Vanaf daar is iemand heel vals aan het zingen. En komt van alle kanten komt hier eigenlijk de karaoke een beetje op je af. Ja, we zijn volgens mij nu eindelijk ver genoeg het Vietnamese binnenland ingereden om niet meer overal plastic te zien en dat soort dingen, maar waar dingen gewoon nog van hout zijn gemaakt. Dus bijna alles van bamboe en zo. We zijn dus net langs een paar bamboe factories gereden. En daar halen ze de verdikkingsstukjes eruit. En afhankelijk van hoe lang dat stukje is, krijg je of een lange of een korte chopstick. Dat bamboe, dat ruist zo lekker in de wind. Het is het zachtste windgeluid, denk ik, wat er is. Er is hier helemaal niemand. En er heeft hier dus ooit een harige man gescharreld. Anders heette het niet de Prehistoric Man Cave. Karaoke.